Heibel in Hezen en in dit geval bij de organisatie van de fietsdriedaagse. Die zijn niet boos, die zijn woedend op de gemeente Hezenleende. Want voor het eerst in 15 jaar mochten ze niet meer vertrekken en eindigen de deelnemers bij de voetbalkantine van RKSV. Het was eigenlijk een debakel. Mensen wisten niet waar ze naartoe moesten en waar ze moesten terugkomen. En de organisatie is, zeg ik het goed, Leni Thijs, bedroefd over de gang van zaken? Erg triest. Dus er zijn gewoon geen woorden voor zoals wij eigenlijk te schande zijn gezet voor zo'n mooi sportevenement als wat wij presenteren. Want ieder jaar 700 deelnemers. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd in het kort? We waren bezig met het organiseren. Toen kregen we vrij kort van tevoren het bericht van jullie mogen niet meer op Sportpark het Lambrek vertrekken. Wij mochten wel buiten de poort gaan staan. En van wie kreeg u dat horen? Van de uitbater van RKSV Hezen. Die had een verbod gekregen dat hij daar niks meer mocht doen. En toen hebben wij te horen gekregen dat het bestuur van de horeca Hezen die had bezwaar aangetekend en de gemeente moest handhaven. Dus met andere woorden, wij mogen niet meer op het Lambrek. Jacques Zwart, dan zit je met ongeveer 500 mensen dit jaar. Het was iets minder vanwege de warmte. Dan zit je op een parkeerplaatsje en daar moeten de mensen zich inschrijven. Ja, dat kan toch niet? Nee, het was een treurige vertoning ook. En je schaam je eigenlijk als club dat je deelnemers die vaak van ver buiten Hezen hier naartoe komen om een fietsendriedaagse te doen, dat je die op deze schandalige manier moet ontvangen. Ja, wat zeiden ze ervan? Ja, daar hebben we natuurlijk ook de nodige negatieve reacties op gehad. Van wat zitten jullie hier weggezet? En het was een treurige bedoeling, want we hebben nog geluk gehad. De eerste dagen zaten de inschrijfdames, die zaten achter de tafel in de open lucht. We hebben nog geluk gehad dat het niet regende. Als er sanitaire voorzieningen nodig waren, die waren er ook niet. Gelukkig dat we iemand troffen die het gras aan het maaien was en die de sleutel open kon doen van het Lambrek. Zodat er toch enkele mensen nog naar de wc konden gaan. Nou, zo wil je je deelnemers toch niet ontvangen. En Leni Thijs, zo wil je als toeristische gemeente, want zo presenteert Hezenleende zich, zo wil je toch niet al die honderden deelnemers ontvangen? Nee, we zijn toch een visitekaartje voor Hezenleende. We laten iedereen kennis maken met een mooie omgeving die we hier hebben. Dus is een pre voor gemeente Hezenleende en we willen ook graag hebben dat de ouderen bewegen. En onze groep is echt wel de 50-plussers. Meneer Zwart, gaat het nu om paracommercie? Is dat waar de horeca boos over is? Dat ze zeggen, niet meer zo bij zo'n goedkope kantine? Nou ja, wij hebben natuurlijk geen rechtstreeks contact gehad met de horecavereniging Hezen. En ik snap ergens het punt wel van het proberen te verhinderen van niet sportgerelateerde activiteiten in sportkantines. He? Maar het ging al 15 jaar zo. Ja, maar dat is een kwestie van weer gedogen en al of niet handhaven en dergelijke. Maar wij hebben als tourclub nou de indruk dat wij onderdeel geworden zijn van een machtsstrijd waar we helemaal niet op zitten te wachten. En onze grief ligt ook daarin dat wij vinden dat, en wij vragen daar ook om, dat we als sportclub die een sportief evenement organiseren ook behandeld worden als iedere andere sportvereniging in dit dorp. Het is te zot voor woorden dat je een sportactiviteit niet meer op een sportpark mag starten. Ja, mevrouw Thijs, nou staan we hier in de tuin van Café de Koffer. Dat is niet helemaal toevallig, want die hebben aangeboden dit jaar van nou, als het niet bij de kantine mag, dan vertrekken we. Of dan is de aankomst bij hier zo, hè, bij de koffer. Ja. Maar dat is toch helemaal gevaarlijk? Dat is toch geen doen bij zo'n drukke rotonde? Het is totaal ook niet de optie. Ons eerste doel is in feite de mensen veilig laten vertrekken en veilig terugkomen. En de koffer die ligt hier wel een beetje buiten het dorp, maar toch wel aan een hele gevaarlijke rotonde. Dus het is geen ideale startplek en vertrekplek voor ons. Dus, En volgend jaar, 2014, en dan? Nou, dat staat nog te bezien of er dan überhaupt nog een Hezen fietsweekend georganiseerd gaat worden. Want een van de eerste stappen die we nou binnen de club gaan doen, van is ons dit allemaal waard om iets te organiseren? Dus er wordt nu overleg gepleegd, intern, gaat er, dat moet nog gebeuren. En dan wordt bekeken van gaan we überhaupt nog wel door met het Hezen fietsweekend? Ja. Niet in ieder geval onder deze condities. Het is toch wel heel jammer, hè, mevrouw Thijs. Het is triest en de horeca die draait er echt wel goed bij. Want bij iedere café, hotel, restaurant of maakt niet uit wat, overal staan fietsen met gele vlaggetjes.
Dus iedereen vaart er wel bij. Alleen wij zitten met de gebakken peren. En er komen mensen uit alle windstreken naar Heesen toe om hier 3 dagen te fietsen. En die gaan ook op terrasjes zitten en die gaan ook s'avonds dineren, et cetera. Dus wij vragen ons af wie hier nou iets bij gewonnen heeft. Ik denk dat er alleen maar verliezers zijn. Nou, we hebben het verhaal gehoord van de organisatie van de fiets driedaagse in Heesen. Maar nou willen we natuurlijk ook even horen van de burgemeester van Heesenleende wat het verhaal van de gemeente is. We gaan naar Paul Verhoeven. Burgemeester Verhoeven, de organisatie van de fiets driedaagse is erg boos op de gemeente. Want na 15 jaar hebben ze geen vertrek en eindpunt meer. Dat was altijd bij de kantine van de RKSV. En nou mag het niet meer. En ze zeggen dat is de schuld van de gemeente. Klopt dat? Nou, we zijn wel een beetje verbaasd dat wij nu plotseling de zondebok naar ons toegeschoven krijgen. Wat er aan de hand is, is het volgende. De uitbater van de kantine heeft met ons contact opgenomen. Heeft gezegd van, klopt het dat het strikt volgens de regel eigenlijk niet zou kunnen? Ze hebben gezegd dat klopt, maar er is altijd een mouw aan te passen. En vervolgens heeft hij met de fiets vierdaagse of driedaagse contact opgenomen en gezegd, ik wil jullie niet meer in mijn kantine hebben. En welke regel heeft u het dan over als het strikt volgens de regel gaat? Het heeft dan te maken met paracommercie. Dat betekent dat je in principe als voetbalclub alleen maar je kantine mag gebruiken voor voetbalactiviteiten. Ja. Hoe kan dat nou dat het nu in één keer gebeurt? Die fiets driedaagse bestaat al 26 jaar en al 15 jaar vertrekt hij en eindigt hij bij de voetbal, zeg maar. Hoe kan het dat het nu in één keer de vlam in de pan slaat? Nou, we hebben nee gezegd tegen een feest wat men binnen de voetbalkringen wilde organiseren. En dat feest staat helemaal los van die fietsdriedaagse? Helemaal los van. En daarom heeft de uitbater gezegd van nou, dan ook geen fietsdriedaagse meer in mijn kantine. En vervolgens zijn we samen, en dat is ook heel opmerkelijk, met de organisatie van de fietsdriedaagse gaan kijken van hoe kunnen we het probleem oplossen. Met name onze ambtenaar Elke Adriaans heeft er heel veel tijd in gestopt. Ik heb zelf ook nog persoonlijk gebeld met de organisatie. Maak je geen zorgen, wij laten jullie niet vallen. We hebben ook een oplossing gevonden. Dat was de oplossing is ook voorgedragen door de organisatie zelf om naar de koffer te gaan. We zeiden van nou, daar voelen we ons welkom en daar willen we graag naartoe. Nou, daar hebben wij aan meegewerkt. Ja, dan is het natuurlijk heel erg opmerkelijk dat we nu achteraf in één keer de Zwarte Piet naar ons toegeschoven krijgen. De koffer is voor 700 fietsers verdeeld over 3 dagen natuurlijk ook wel een beetje een gevaarlijke locatie bij zo'n drukke rotonde. Hè? Dat was ook onze primaire reactie. Is dat nou wel een goede locatie voor een dergelijke ontvangst? Alleen, men heeft ons de verzekering gegeven, de organisatie van de fiets 3-daagse, van luister, wij hebben geregeld dat de fietsers aan de achterkant, aan de achterzijde, de fietsen kunnen parkeren. Dus het is allemaal technisch mogelijk. Dus we hebben ze er zelfs nog op gewezen. Maar het was hun voorkeur. Dus vandaar dat we gezegd hebben, als het enigszins kan, gaan we er ook aan meewerken. Ja. Maar hoe moet het nu verder? Want Fiets 3-daagse, de organisatie is zo boos dat ze zeggen, nou voor ons hoeft het eigenlijk niet meer. En ik zie op foto's ook allemaal hele teleurgestelde gezichten. Hoe moet het nu verder? Nou, wat we in ieder geval niet moeten doen is de Zwarte Piet naar elkaar toeschuiven. Ik denk dat we gewoon met elkaar aan tafel moeten gaan om te kijken van hoe kunnen we het oplossen? Wat zouden we zelf met z'n allen wenselijk vinden? Onze voorkeur blijft ook wel in de buurt van het sportpark, want daar heb je de parkeermogelijkheid. Daar heb je de mogelijkheid dat mensen ook hun auto kunnen parkeren en hun fiets van de auto kunnen halen. Dus ik denk dat we daar in die hoek naar oplossingen moeten zoeken. En laten we maar even over de boosheid heen stappen dat we teleurgesteld zijn zoals het nu dit jaar gelopen is. Want het was een beetje een rommeltje. Maar ook de eigenaar van de kantine, die kan 700 fietsers bier, limonade, thee en koffie geven. Snijdt hij zichzelf niet heel erg in de vingers? Ja, maar goed, ik ben zelf ook van plan om een gesprek te gaan beleggen met de voorzitter van de voetbalvereniging om daar eens in alle rust even over te praten. En nogmaals, ik denk dat de organisatie van de fiets 3-daagse een heel mooi evenement in handen heeft. En wij zullen er alles aan doen om dat in de toekomst te doen laten slagen. Ik vind het jammer dat ze boos zijn op ons, hè, want dat komt niet ten goede aan datgene wat er allemaal geïnvesteerd is van de zijde van de gemeente om het wel te doen slagen. We hebben zelfs nog een artikel geplaatst in het KBO-blad om aan te geven hoe het nou feitelijk zat. Hè. Dus ik was heel erg verrast toen ik vanmorgen bij jullie die reactie las. Ja. Het is een feit en eigenlijk een kwestie van ik heb het wel gedaan, ik heb het niet gedaan. Nou, wij hebben ons best gedaan om overal aan mee te werken en om het te redden. En daar willen we op mee door blijven gaan. U denkt dat het goed komt? Ik heb er vertrouwen in dat een goede organisatie kan best wel eens een keer boos zijn.
mag ook nog eens een keer onterecht op de gemeente zijn, denk ik dan. Maar we moeten er gewoon samen weer uit zien te komen. Okay. Alsjeblieft. Spring maar achterop bij mij. Zing maar mee. Achterop mijn fiets. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Spring maar achterop bij mij. Zing maar mee. Achterop mijn fiets. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets.